altijd. Veiligheidsriem vastmaken voor je met het toestel werkt. Het toestel starten, het is een dieselmotor. Moet je erop letten dat het eerst voorverwarmd wordt en dan pas gestart. Zodra de motor draait, kan je de veiligheid naar beneden drukken en dan komen de bedieningen vrij. De snelwisselknop zit hier. Die moet je naar beneden drukken en vergrendelen. Op de bodem is er een 2-euro-knop. Die druk je in met je voet. Die kan links of rechts zitten. En dan het dozerbladhendel helemaal naar je toe trekken tot je ziet dat de klep open gaat. Dan kan je, terwijl je de knop nog ingedrukt laat, uw bakken wisselen, afleggen en de andere bak weer aankoppelen. Bij het aankoppelen van de nieuwe voorzetstukken of van de nieuwe bakken, eventjes weer de dozenbladhendel helemaal naar boven, tot het slot open is, dan de 2-euro-knop loslaten en uw voorzetstuk of uw bak is weer vergrendeld. En dan, vooraleer te werken, moet uiteraard deze knop terug op de standaardstand staan, zodanig dat er kan gewerkt worden.